eToro is na dit seizoen geen hoofdsponsor meer van Vitesse, zo maakt de Gelderlander bekend. Het investeringsbedrijf beschikt over een aflopend contract en dat zal niet worden verlengd. Eerder op de dag werd al bekend dat algemeen directeur Pascal van Wijk gedwongen is afgetreden. Ook Henk Parre voorzitter Raad van Commissarissen trok zich deze maand al terug. Het nieuws over het hoofdsponsorschap van eToro wordt donderdag naar buiten gebracht door de Gelderlander. Het contract met het investeringsbedrijf loopt komende zomer af, waardoor de club genoodzaakt was een besluit te nemen over de samenwerking. Een woordvoerder van de club laat weten dat er een alternatief op het oog is. Wat dat alternatief is, blijft nog even geheim. eToro prijkte sinds het seizoen 2021-2022 op de borst van de Arnhemmers, wat de club een miljoen euro per jaar opleverde. Waarom het contract met eToro niet wordt verlengd, is niet bekend. Vitesse bevindt zich momenteel in een crisissituatie. Sportieve prestaties blijven uit en de proflicentie van de club staat op de tocht. Vitesse verloor vorige maand het kortgeding van exploitatiemaatschappij Gelderdome en stadioneigenaar Netsteden. Het huidige huurcontract loopt in september af. Vitesse heeft vooralsnog voor volgend seizoen geen stadion om thuiswedstrijden in te spelen. Dit is een vereiste van de KNVB om aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. Het kortgeding werd aangespannen vanwege de licentie-eisen van de KNVB, maar ook vanwege de lange doorlooptijd van de bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht. In september 2018 besloot Vitesse hierop terug te vallen en de huidige, onder, huurovereenkomst van Gelderdomen niet te verlengen, waardoor deze overeenkomst per 1 oktober 2023 zal aflopen. Stadioneigenaar Michael van der Kuit bemoeit zich met veel zaken binnen de club, ook al heeft hij officieel geen functie binnen Vitesse. De huidige nummer 14 van de Eredivisie doet er alles aan om tot een oplossing te komen, maar Van der Kuit wil eerst in gesprek met de gemeente Arnhem. Die zijn namelijk ook partij omdat ze zich aan Vitesse hebben gefaciliteerd in het aanwijzen van het eeuwigdurend speelrecht. Maar in 2003 is de rechtsverhouding opnieuw vastgesteld. Het recht bestaat niet meer, maar de spelregels moeten wel duidelijk zijn als we een nieuwe overeenkomst opstellen.